Goedemorgen iedereen, ik ben Gijs van Solkema. Ik ben 21 jaar. Back to school betekent dat ik eigenlijk hier voor een klas ga staan en ga vertellen over wat wij met het Nederlands herenvolleybalteam doen. Zijn er nog meer die al gevolleybald hebben ooit? Jij hebt gevolleybald? Ja, oh, jullie kennen het allemaal. Ik ga binnenkort misschien wel kijken. Ja, ik ga ze vertellen wat volleybal inhoudt en hoe het leven van een volleyballer eruit ziet. Ja, ik vind het op zich wel een leuke sport. Ik ben Wouter de Maat. Ik kom uit Wierden. In het begin komen wij binnen en dan zeggen ze zo, die kan net onder de deur doorlopen, zeg maar. Voor ons is het een hele mooie kans om kinderen hier met onze sport kennis te laten maken. Ja, klopt inderdaad. Nou, jullie weten alles al. Er is iets heel belangrijks, want binnenkort is het EK in Rotterdam. Wij hebben het EK over een week. Dat spelen we in Rotterdam en Amsterdam en misschien ook in Apeldoorn als het heel goed gaat. We willen laten zien hoe stoer eigenlijk volleybal is. Ja, die vonden het helemaal leuk, joh. Wij laten natuurlijk zelf eerst wat zien en dan willen ze het zelf ook proberen. En dan is natuurlijk de smash het leukste om te doen. Dus dat hebben we geprobeerd en ik heb het idee dat ze het heel leuk vonden. En ik hoop dat we ze nog wat geleerd hebben ook. Dus, ja, volgende week vrijdag begint natuurlijk ons EK. Daar zijn wij volop aan het voorbereiden en aan het trainen. Dus misschien komen die kinderen nog wel even kijken. Bye-bye.